De eerste ontwikkelaar van een beveiligingscamera, cloud-based, met een fysiek klepje, was MyFox. En dat fysieke klepje was heel erg belangrijk, want het zorgt ervoor dat als jij in je blote kont rondloopt, dat je zeker weet dat als er een hacker op jouw camera zit, dat hij jou niet kan zien, want er zit een klep voor de lens. Veel veiliger dan dat kan het eigenlijk niet. Nou, inmiddels is MyFox overgenomen door de mensen van Somfy en hebben ze de Somfy One ontwikkeld. Wederom een IP-camera, cloud-based, met een klepje ervoor. Alleen veel meer dan een camera. Dit systeem is namelijk ook een compleet alarmsysteem. En daarvoor hebben ze een aantal accessoires bedacht. Waaronder de IntelliTag die we kennen van MyFox en de Keyfob Badge van MyFox. Wederom in een Somfy uitvoering. Daar komen we later op terug. We kijken nu vooral even naar wat de Somfy One ons levert. Dit is het doosje. Het doosje ziet er bijzonder chic uit. Het ziet er echt stukken beter uit dan de verpakkingen van de MyFox destijds. En hier komt echt de ervaring van Somfy naar voren. Somfy doet natuurlijk al heel veel met smart home en IoT met een Tahoma platform. En dit is gewoon een hele mooie uitbreiding. Nou, we gaan eens even kijken wat er in het doosje zit van de Somfy One. Als groot gebruiker van de MyFox gadgets ben ik toch wel heel erg nieuwsgierig wat het onder Somfy allemaal wordt. Ik moet zeggen dat MyFox fantastisch was in het bedenken van producten in de markt zetten, maar blijvend ondersteunen bij MyFox en sowieso het Nederlands taalgoed ondersteunen, dat was toch altijd wel een dingetje. De Nederlandse distributeur werd er op een gegeven moment min of meer buiten spel gezet, had ik het idee. En dat was allemaal heel erg jammer, want ook die distributeur die vocht echt wel gewoon voor een kwalitatief goed product voor de Nederlanders. Nou, onder Somfy is natuurlijk een hele bak geld beschikbaar en ik hoop dat dat gewoon goed uitpakt. Hoe dan ook, de verpakking zoals je ziet, echt fantastisch. Het ziet er leuk uit, dit is een unboxing zoals ik het wil. Leuk is ook, de camera, het klepje zit er meteen voor, je ziet de lenzen niet. En daarmee weet je ook precies hoe het eruit gaat zien op het moment dat de camera afgedekt is. En dus zou je camera nu gehackt zijn, ja, misschien kan een Chinees dan wel meeluisteren, een Chinese hacker. Hoeft trouwens geen Chinees te zijn, kan overal vandaan komen, maar dat is wel altijd het mooiste voorbeeld. Maar meekijken in ieder geval niet. Nou, we zien hier een micro-USB aansluiting. Ik hoop dat het een beetje goed zichtbaar is op de camera. Want het is natuurlijk een zwarte behuizing. Een setup knop en een reset knop. Speakertje. Microfoontjes hier en daar. Ja, en dus dat klepje. Bovenkant glanzend. Zwart plastic. Onderkant wederom ruimte voor een speaker. Dan vinden we nog een laadje in het doosje. Die kunnen we keurig naar buiten trekken. Ja, die Fransen die zijn wel echt van het mooie inpakken. Doorgaans. En dit doet Somfy helemaal goed. Envelopje met daarin de handleiding. En een stickertje voor op de deuren. Dat er een alarm in je huis aanwezig is. We hebben hier een platte USB-kabel. Micro-USB uiteraard. Mooi afgedekt tegen stof. Hebben ze goed bedacht. Ook een mooie lengte. Ik gok 3 tot 5 meter. Dat, hoe lang het precies is ga ik nog even opmeten. Lees je in de review. Dan hebben we hieronder de adapter met het Nederlands stopcontact en Brits. Nederlands stopcontact werkt overigens natuurlijk ook voor Duitsland en Frankrijk. Daaronder, nee, dit is vastgeplakt, dus daaronder helemaal niets. Nou, dit was de unboxing van de Somfy One. Het leuke is, dit is gewoon een Full HD camera. Met dus cloud support, met een sirene erin, speaker, microfoon, alles ondersteuning voor heel veel voormalig MyFox accessoires die nu onder Somfy vallen. Ja, we gaan ermee bezig, we gaan dit ding instellen en we zijn heel benieuwd wat het ons op gaat leveren aan plezier. Wil je nog meer weten over deze Somfy One beveiligingscamera / beveiligingssysteem? Check even de link onderaan de video. Die brengt je meteen naar de review. En daar ga ik helemaal in op de apps die erbij horen. De browser software, want die zal ongetwijfeld ook weer zijn. Met welke accessoires het allemaal compatible is. Want daar was MyFox ook altijd heel erg goed in. We gaan het gewoon allemaal bekijken. Dus wil je meer weten, check even de link onderaan de video.